belasting betalen is voor niemand leuk. Vooral niet als je beseft dat er heel veel van dat geld onnodig en dom wordt weggesmeten. Onze zoektocht naar weggegooid geld brengt ons ook naar Tilburg. Hier is de verspilling volgens veel inwoners al 10 jaar aan de gang. Ik ben hier vandaag voor een jubileum. Maar heel veel mensen in Tilburg vinden dat er absoluut geen reden is voor een feestje. Want zij vinden namelijk dat dit draaiende huis veel te veel geld heeft gekost. Nu na 10 jaar is de grote vraag, blijft het huis draaien? Of is het toch tijd voor de sloophamer? Niemand heeft er wat aan, het draait alleen maar rond. Het slaat nog nergens op, een draaiend huis daar. En mooi staan bleken. Gelijk slopen. Gelijke weg. De gemeente Tilburg denkt er dik 20 jaar over na en dan verschijnt op de rotonde het briljante eindresultaat. Dit draaiende huis. Het huis draait in 20 uur tijd steeds 1 rondje. Althans, dat is de bedoeling. Hoi. Kees, goedemorgen. Kees, aangenaam. Hoi. Ruud, ik kwam net aangereden. Ja. In Tilburg. Ja. En ik werd verwelkomd door een prachtig draaiend huis op de rotonde. Echt waar? Ja. Draaide het vandaag? Of draaide het niet? Volgens mij niet. Draait het niet? Nee, volgens mij. Oh, dan heb ik gehoopt dat het zou draaien. Maar de kans om het draaiend huis echt draaiend over de rails aan te treffen, die schijnt nogal klein te zijn. Het staat meer stil als het draait. Vaak stilgestaan. 9 van de 10 keer staat het stil, doe helemaal niks. En ja, het is gewoon een groot drama. Het staat meer stil als dat het draait. Ik denk als wij hier 5 rondjes draaien, ja? Dat we meer meters afleggen als het huis in een maand. Jij bent dus taxichauffeur. Ja. Hier in Tilburg. Ja. Er is best wel wat te doen om die rotonde. Vertel. Ik kom hier door mijn werk 10 keer per dag langs. Ja. Minimaal. Ja. En ik heb heel veel mensen in de taxi. En ik heb nog nooit iemand meegemaakt die er positief over was. Want je vindt het lelijk. Ik vind het een gedrocht. En hij is zeker niet de enige. Ook in de gemeenteraad is er na 10 jaar nog steeds het nodige verzet. Meneer Smolders, u bent lijsttrekker van Lijst Smolders hier in Tilburg. En het is feest, hè, in Tilburg. Het draaiende huis bestaat 10 jaar. Nou ja, een feest kan het hier wel zijn in Tilburg. Maar het draaiend huis is echt een icoon van geldverkwisting. En ook een icoon waar 99,9% van de Tilburgers een hekel aan hebben. Omdat de Tilburgers zich daar helemaal niet in herkennen. Dit soort huizen, ja, dat zag je nog niet in Oost-Duitsland van voor de val van de muur. Maar het is geen mooi huis, inderdaad. Straks maken we na 10 jaar de balans op. Wat moet Tilburg met het draaiend huis en wat heeft het inmiddels al gekost? Tilburgers klagen al 10 jaar over een kunstwerk. Het draaiend huis op een rotonde bij de entree van de stad. Het staat vaker stil dan dat het draait. Kost klauwenvol geld en veel mensen vinden dat hier nooit had moeten komen. En nu alsnog weg moet. Nou, voor mij is het gewoon een huis, geen kunstwerk, want weggegooid geld in mijn ogen, hoor. Ik vind het eerlijk, als je het mij vraagt, ik vind het gewoon een gedrocht. Ja, je zet een mooi bompjes op met bloempjes. En natuurlijk zijn er kunstliefhebbers die nu denken, over kunst valt altijd wat te zeuren. Maar in dit geval zijn ook de kunstenaars zelf niet te spreken over dit draaiend huis. Je zou zeggen, als je het ziet, wanneer gaan ze het afmaken? Of afbreken. Of afbreken, daar zijn de meningen over verdeeld natuurlijk. Het is gewoon, van binnen is het helemaal kaal. Als ik daar een draaiend huis, dan zou ik hem aankleden. Alles is met nepmeubels. Het is gewoon helemaal kaal. Het ziet er echt niet uit. Vindt de gemiddelde inwoner van Tilburg, vindt hij het mooi of lelijk? Lelijk. Oeh, lelijk. Echt? Ja, eerlijk. Er mogen ook best mensen zijn die het ermee oneens zijn. Maar als 99,9% van de Tilburgers daar niet mee eens zijn, ja, dan is er iets goed fout. Ja, dan moet je achter die oren gaan krabben. Ja, dat denk ik wel. Het is een huis van normale proporties, maar het is nooit echt bewoond, toch? Het is ooit 1 keer gekraakt, maar dat was meer een ludieke actie, denk ik. Ik denk niet dat er iemand wil wonen. De boosheid over dit kunstwerk in combinatie met woede over de woningsnood leidt dus tot een ludieke kraakactie en een bijbehorende carnavalskraker. Half Tilburg stond hier op die rondtonde en Keesje ging het huis kraken. Maar wij zijn van tevoren benaderd of wij een nummer wouden maken op het huisje van Keesje Kraak. We hebben een huisje, we hebben een huis. De Keesje draait nu rond en dan maakt hij veel te bont.
Nou, die had dan op een gegeven moment hier de huisje gekraakt, politie erbij. En, hij heeft er ook echt in gewoond? Hij heeft er een volle dag volgehouden, moet ik zeggen. Nou heeft de gemeente nooit echt graag open willen praten over de kosten. Je bent er zelf ingedoken. Ja. Wat heeft dat huis dan ongeveer gekost? Nou, het is met aanleggen was het 4 ton. De tuin kostte 70.000 euro om aan te leggen. Nou, er komen allerlei kosten bij. Dus zeg maar dat het ongeveer een 6 ton heeft gekost om het aan te leggen. Exclusief onderhoud, heb ik me laten vertellen. 6 ton. 6 ton! Roep dat maar niet te hard, zeg dat maar niet tegen de Tilburgers, want dan leggen ze vanavond nog een bom onder. 600.000? Dat is zelfs nog meer dan ik dacht. Dat hadden ze van tevoren niet moeten bedenken, dat dat geld blijft kosten, zoiets. 6 ton voor dat ding? Dat is toch ook wel belachelijk duur van onze belastingcenten. Wat blijft geld kosten, dat ding? Inderdaad, want naast de 6 ton om alles neer te zetten, komt er elk jaar nog eens 10 mil bij om alles draaiende te houden. En dat al 10 jaar. Dus dat is inmiddels nog eens 100.000 euro. En elk jaar blijft die rekening maar verder oplopen. Al 10 jaar wordt het huis onderhouden. Ja. Voor zo'n 10.000 euro per jaar. 10.000 euro per jaar. Ja. Wat doet dat met je? Word je daar boos om? Boos niet, gefrustreerd af en toe. Maar. Waarom? Nou, die groenvoorziening daar in het midden zie ik als onkruid. Een plantsoen. Ik weet niet of je het plantsoen kunt noemen. Want die bruinige struiken daar, dat is een soort van tuin die is aangelegd? Ja, inderdaad. Dan moet de tuin voorstellen die aangelegd is. Nou hebben wij de gemeente natuurlijk ook gevraagd om een reactie. En die zeggen eigenlijk van ja, we willen niet reageren op camera. Maar weet je, het kunstbeleid en het cultuurbeleid van toen is inmiddels helemaal veranderd. Dat huis staat er nu eenmaal. Laat dat maar gewoon staan. Nou, dat is natuurlijk onzin. We hebben nog steeds van die rare projecten. Onlangs hebben we een loveboat in de Piershaven gelegd. Nou, dat ding is na een half jaar eruit gehaald, want het functioneerde niet. Kost ook weer gewoon 6 of 8 ton allemaal. Wie moet elke keer betalen? De gemeente, maar uiteindelijk dus de belastingbetaler. Ja. Dat is er netjes. Het zou niet langer doorgaan met de politiek. Want ik denk dat mensen vroeg of laat echt in opstand gaan komen. Ze hoeven het zelf niet te betalen. En zo is het. Ik snap dat er potjes voor zijn en dat er op die manier iets moet gebeuren in de stad. Maar in dit geval hebben ze de plank flink misgeslagen. Hier heb je geen goed woord voor over. Nee. Tuut, ze krijgen allemaal de roetjes van Rut. Ja. Het is wel het visitekaarsje. Ja, maar je komt wel via deze rotonde Tilburg. Dat klopt. En als je als gekke Henkie weggezet wil worden, moet je dit zo blijven doen. Na 10 jaren maken we de balans op van deze jarige Job. Het cadeau kostte 6 ton. En aan jaarlijks onderhoud komt daar nog eens een ton bij. Dus we zijn inmiddels geen stap, maar wel 7 ton verder.